Los opeens, je merkt op het gameplay. Het is nu 18 over 2. Ik ben net terug van het uitgaan, dus ik ben nog half dronken. Ik ben niet echt heel erg dronken. Ik ben aangeschoten. En ik ga geen Flappy Bird voor jullie spelen als je daarvoor komt. Ik ga helikopter spelen. Ik heb dit spel zo lang op mijn mobiel gehad. Dit is echt de voorganger van Flappy Bird. Weet je, Flappy Bird komt in één keer iets vet speciaal. Nope. Helikoptertje, man. Ik had deze shit op mijn Blackberry. Ja, ik had een Blackberry. En ik wil het een klein beetje met jullie gaan hebben over Blackberries. Terwijl ik helikopter speel. Dit is echt de beste game ooit. Dit is fuck Flappy Bird. Ik ga de link in de beschrijving zetten. Dan kun je ook helikopter spelen. Ik moet een beetje stil zijn. Mijn broertje slaapt hier. Ik ben alleen thuis een weekje. Het leuke is, ik las dus net. Flappy Bird wordt vandaag offline gehaald. Dat heb je waarschijnlijk al gehoord. Ik heb zelf echt 3 potjes Flappy Bird gespeeld. Op een telefoontje van een vriendje van mij. Ik ben echt niet tactisch bezig met helikopter. Ik heb net na 3 pogingen die 500 neergezet. Dan doe je dat natuurlijk zien als kijker. Kut. Ik las dus net, de maker van Flappy Bird verdient momenteel 50.000 euro per dag met Flappy Bird. 50.000 euro. Of dollar. En, nou schijnt dus dat hij vandaag offline wil halen. En dan is de vraag natuurlijk, waarom? Waarom zou je een game waarmee je, tering, waarmee je $50.000 per dag verdient offline halen? Er zijn 2 opties. 1, die man is gek in zijn hoofd en wil geen 50.000 euro per dag verdienen. Of 2, er zijn 3 opties. 2 is publiciteit. Hij kan publiciteit willen voor die game door gewoon te zeggen hij gaat offline en dan gaat iedereen hem nu kopen. Verdient hij er nog meer aan? Want nu gaat iedereen natuurlijk tweeten, oh snel, haal Flappy Bird, want zometeen is hij exclusief. Nope, die game blijft bestaan. 3e optie is, hij gaat een copyright claim krijgen van Nintendo vanwege de warp pipes. Ik heb geen idee of Nintendo gewoon puur een warp pipe kan copyright claimen. Ik zou dat heel raar vinden. Ik moet echt soms in die dingen vliegen. dat zijn de 3 opties eigenlijk. Of hij is bang voor een copyright claim van Nintendo. En dan is hij al zijn geld kwijt. En dan denkt hij, nou, ik kan beter gewoon nu even $300.000 hebben en ik peer. Een beetje al, hij is toch al binnen voor zijn leven. Het is voor mij een Koreaan. Voor mij is $300.000 in Korea best wel geld. Daar kan die vent gewoon de rest van zijn leven van leven. Of hij kan natuurlijk willen verkopen aan een bedrijf. Die gewoon het concept heeft overgekocht van Flappy Bird. Ik weet niet, er staat niet copyright op een concept. Weet je, helikopter game is ook hetzelfde. Zo'n beetje kut. Alleen Flappy Bird heeft meer de onvoorspelbaarheid. Helikopter game is eigenlijk tegenovergestelde van Flappy Bird. Bij Flappy Bird heb je al een klein gaatje waar je doorheen kan. En bij helikopter game heb je een klein gaatje waar je niet doorheen moet. En daar ga ik dan iedere keer wel doorheen. Het is moeilijker dat lijkt overigens. Kut. Als je te laat bent, dan kun je al niks meer. Want het ding gaat niet heel snel om overmaag. Flappy Bird kunnen soms dan nog, damn it, fantastische saves maken. Ik moet wel wat beter spelen. Voor de rest, ik haat uitgaan. Ik heb dat al eens eerlijk verteld in een video. Ik haat uitgaan. Waarom haat je uitgaan, Rick? Het is trouwens echt niet makkelijk als je commentaar aan het geven bent. Dus voordat je gezegd dat ik een idioot ben. Laat even jouw topscore achter in de comments. Als ik geen commentaar heb, is het even wat makkelijker. Dat kun je ook zien in mijn highscore. Ik ga nu even focussen op deze kut game. Oh, damn it. Ik heb het niet op uitgaan. Weet je, ik heb een hele leuke vriendin. En de meeste mensen die uitgaan, die willen chicks ronselen, gok ik dan. Ik ben altijd van een leuk beschaafd gesprek met vrienden. En dan zit ik in zo'n club met hele kaarten pas in mijn oren. Vind ik gewoon niet leuk, weet je. Loop allemaal van dat domme volk rond als jij uitgaat. No offense, maar in het algemeen is het niet het slimste volk. Wel mensen die hoger en verdere distance halen dan ik in dit kutspel. Maar boven dat, weet je wel. Weet je, ik heb niet echt het gevoel dat daar echt de intellecten van de wereld rondhangen. Albert Einstein kon je niet echt snel vinden in de club. Ja, het is gewoon keiharde muziek en ik kan gewoon, oh damn it, geen normaal gesprek hebben met iemand daar. En ik zit veel liever gewoon lekker met een glaasje, met een biertje, lekker bij een vriend thuis waar het lekker warm is en geen keiharde muziek in mijn oren en dan gewoon even lekker een normaal gesprek hebben over het leven. Weet je wel, dat vind ik leuk. Maar we hebben allemaal verschillende interesses in deze wereld. Oh kut, oh ja, ja, ja. Nee, kut. Arr. Ik was sorry bij mijn highscore. Ik wil sowieso mijn highscore verbreken in deze video. Op mobiel ik echt in de 1000, dat weet ik nog wel. Ja, dat kan ik nou makkelijk zeggen. Ik weet nog niet of dit moeilijker wordt door de game heen. Het gaat net goed. Het gaat echt net goed. Het gaat echt net goed. Oh, damn it. Je moet echt heel erg in het midden proberen te blijven. Hoi. Deze video gaat niet over Flappy Bird, maar ik ga het wel een titel zetten, want dan krijg ik views. Woe. We doen alles voor de views, jongens. Like deze video als je ook altijd een distance haalt van 37. Ik heb bijna als ik ging proberen een zo laag mogelijke distance te halen. Vond ik ook een leuke. Oh, damn it. Ik weet niet wat ik wil. Dat is het probleem. Ik wil naar boven en naar beneden tegelijk. En dan blijf je in het midden hangen. Zoals nu. Daar ging ik bijna weer. Wieel. Je kan het beste gewoon boven beneden doen. Bijvoorbeeld. Dat is een strategie die ik erg graag aanhoud. Je moet van tevoren ook kiezen. Nou. Wat er ook gebeurt. Oh damn it. Ik ga boven of beneden langs. En niet tegen het plafond. Dat is geen optie, Rick. Damn it. Het is moeilijk. Misschien komt het ook omdat ik een beetje drank op heb. Ik heb iets van 3 vodka energies op. Mijn favoriete drankje. Echt waar, dat is chill, want je krijgt alsnog heel veel vloeistoffen binnen. Want een kater is in principe gewoon je lichaam zonder water. Hé, dat rijmt. Een kater is je lichaam zonder water. Dat is scheikundig gezien. Door alcohol maak je, gaan in je hersenen bepaalde hormonen aanmaken waardoor je veel piest. Kennen mensen wel, 1 biertje gaat erin, 3 biertjes aan pis komt eruit. Dat fenomeen.
En daardoor ben je 's morgens heb je een hele vieze droge bek. Dat kennen de meeste mensen denk ik. Ook wel de vieze droge ochtendbek. Oeh, ik heb in één keer 600. Dat heb ik niet eens door, joh. De vieze droge ochtendbek. En je voelt je kut. Waarom voel je kut? Omdat je te weinig water binnen hebt. Dus als ik uitga, ik drink sowieso heel veel water. Maar als je vodka energy drinkt, zoals ik dus vaak doe, dan krijg je al een groot deel van je watervoorraad binnen. En dat is vet chill. Want dan, ja, dan heb je daar minder last van. Oh nee! Oh nee! Mensenkinderen, daar ga ik! Daar ga ik! Als je dit zou willen liken, dan ga ik vaker dit soort kutgames opnemen om 2 uur 's morgens. Als ik een beetje aangegoten ben. Ik had 3 energy colas op en mijn eerste Baco ooit. Joh, dat mensen hoor, Bacardi Cola, Baco, en ik vond er geen bal aan. Vodka energy is chill. Ik mix mijn vodka energy echt 1 op 10, oftewel ik misschien iets meer. Maar ik doe er niet veel vodka in. En wat krijg je dan voor effect? Dat je alsnog heel veel energy binnenkrijgt, oftewel veel water. Dus ik heb echt nooit last van een kater. Ik heb echt nooit meer katers. En ook als ik wel veel drink, dan ga ik altijd voor het slapen gaan drinken echt 2 grote glazen water. Want er is niks kutter dan een kater. Echt waar. Ik snap ook niet dat mensen dat willen, weet je. Drink gewoon, doe niet heel veel shotjes en drink voor de rest. Drink gewoon bakken met water en dan komt het vanzelf goed, mijn zoon. Ik wil ook mijn highscore nog een keer verbreken, omdat ik dat kan. Maar de ene keer dat we net dood gingen met die 600, dat was echt een haast onmogelijke situatie. Oeh. Gaat dit wat worden, jongens? Gaat dit wat worden? Mijn distance neemt toe. Dat is nice. Oh, damn it. 611. Damn it, damn it, damn it. Ik zal in ieder geval dit linkje in de beschrijving zetten. Ik upload het meteen. Dan gaat het in ieder geval niet verkeerd. Ik kan het gewoon nu uploaden. Is dat raar? Is dat raar? Als ik dat nu in één keer zo... Wow, in de beschrijving zet. Ik ga de video noemen Flappy Bird stopt. Uitroepteken, vraagteken. Maar ik heb Flappy Bird 2.0. Maar eigenlijk is het Flappy Bird 0.5 of zo. Want het bestaat echt al jaren, dit man. Dus ja, wat vind jij van Flappy Bird? Ik vind het nogal kut. Het is gewoon frustrerend. Maar ik snap dat niet. Weet je, dit is de mainstream, weet je wel. Mensen die niet normaal gamen. Mensen die normaal... Oh, 950, nice. Mensen die... Ik heb het niet eens erg in, joh. Mensen die normaal niet gamen. Weet je wel, meisjes uit mijn klas, die spelen ook allemaal Flappy Bird. En ik kies van, waarom dit? Er zijn fantastische games in de wereld die je moet spelen. Maar nee, de hele wereld speelt fucking Flappy Bird. Ga een keer The Last of Us spelen. Ga een keer desnoods Minecraft spelen, man. Waarom speelt de hele wereld Flappy Bird? Waarom speelt de hele wereld niet betere games? Waarom moet de wereld nou deze game ontdekken? Daar ben ik boos om. Wereld, wat de fuck doe je, man? Er zijn zoveel goede games en dan gaan we met z'n allen Flappy Bird spelen. Waarom gaat de hele wereld niet GTA 5 spelen? Ja, die game is evenveel kopietjes verkocht, maar toch. Het is niet zo bekend, waarschijnlijk zijn er meer mensen die Flappy Bird gedownload hebben. Het is allemaal gratis. Ik ben benieuwd wat dan de reden is waarom Flappy Bird verwijderd wordt. Hij gaat sowieso terugkomen, je hoeft je geen zorgen te maken. Er gaan zoveel rip-offs komen. Dat is ongeveer hoe mobiele apps werken, die shit is gratis. En als bijvoorbeeld een mobiele app zoals Tempo Run 1 euro kost, dan verschijnt gewoon Zombie Run van iemand anders. Hetzelfde concept, maar dan met zombies. Hetzelfde power-ups, hoppakee, misschien 1 extra power-upje erbij. En dat kost dan 50 cent, weet je, dat is economie. De economie is ergens op een plek waar winst behaald wordt, zal uiteindelijk een ander bedrijf, als het toetreden makkelijk is, zal er komen, waardoor uiteindelijk de winst nul wordt, waardoor iedereen gewoon een centje verdient. Dat is bij economie, dat is economie. Uitzondering daarvan, dat we toch een economie zijn, bijvoorbeeld Nederlandse spoorwegen, DNS maakt een heleboel winst, sowieso. Maar worden die verdreven? Nee, omdat toetreden tot de markt een gigantische investering is. En op het moment dat er... En het is hartstikke zonde als je allemaal rails moet leggen die gewoon gelijk lopen met de rails van de NS. Oftewel, er zal niet snel een tweede spoorwegmaatschappij komen, ook omdat de overheid daar de rechten voor uitgeeft, maar in het algemeen al. Dus in principe op plekken waar winst te halen valt, zullen altijd extra makers toetreden, behalve als het een natuurlijke monopolie heet, zei dat volgens mij. Dat is een hele leuke monopolie. Ik moet nu even mijn best doen. Oké, daar gaan we al. Damn it, yes. Dit soort plekjes zijn echt bijna onmogelijk te halen, hoor. Dat zijn de stukjes waar je meestal op je plater gaat. Dead giveaway. Dead giveaway. Dat nummer heb ik in mijn hoofd. We eat ribs with this dude. But we didn't have a clue. Het is van Smojo. Ja, dit soort plekjes ga ik niet heen. Want dan zal je zo al doodgaan. We derp. Ik probeer een sinus te maken. Google sinus, als je niet weet wat een sinus is. Als je VBO doet, wiskunde en natuurkunde hebt, in de derde of vierde, dan weet je vanzelf wat de sinus is. Als je dat niet weet. Dan is het gewoon, het lijkt op sinus. Dat denk je op dat soort momenten. Het kan ook een tangus zijn trouwens, net hoe je begint. Nou, ik ga omhoog, dus dan wordt het de sinus volgens mij. Ik weet niet. Dit is niet echt het moment om over wiskunde na te denken, schijnt. Dat zegt mijn psychiater. Je fluistert dat niet in mijn oor. Rick, er is een tijd en een plaats voor wiskunde, maar dat is niet nu, man. Hey, Ricky, man. Hey, je moet nu niet even wiskunde gaan denken, man. En waarom heb ik eigenlijk een Amsterdamse accent, man? Het is helemaal niet cool, man, dat je zomaar een Amsterdamse accentje geeft. Waarom doe je dat, man? Dus ja, het tip van vandaag is drink geen vodka energy, want het fuckt je hersenen. En dan word je zoals ik nu ben. Ik zie er wel vet groovy uit. Ik werd zelfs herkend, gewoon bij het uitgaan. Iemand zei, oh, jij bent van YouTube. En ik zei, nee. Toen zei, oh, mijn broertje kijkt altijd naar jouw video's. Toen zei,
ik, oké, doe de groeten, doei. Ja. Ik vind het hartstikke leuk als mensen mij kennen, hoor. Maar dan mijn vrienden van, Rick, je bent beroemd. Lol. Ik ben niet beroemd. Eigenlijk wel. Als je bijna overal herkend wordt, dan... Weet je, voor mijn gevoel, 45.000 kijkers voelt voor mij niet als iets groot. Ik zie een getal, ik zie een ontiegelijk groot getal. Ik kan eigenlijk niet geloven dat ik zoveel kijkers heb. Alleen als je dan in één keer, als je gewoon willekeurig in een of andere party tent staat, mensen gaan je herkennen, dan komt het wel in één keer dichtbij. Van, damn. Dat is inderdaad veel mensen. 45.000. Ik ben nu even Carrie aan het downloaden. Die ga ik zo even kijken. Van Stephen King. Ik heb het boekje zelfs liggen, heb ik van Anouk geleend. Anouk heeft het nooit uitgelezen. Ik ben heel erg fan van Stephen King boeken. Ik moet ook nog steeds Under the Dome uitlezen. Like trouwens even allemaal deze video. Want als je deze video liked, dan krijg ik kijkers. En dan, omdat het Flappy Bird in de titel staat, 100.000 views, weet je wel? Dat wil ik. En dan kunnen jullie me helpen met nog beroemder worden. En dan word ik nog vaker herkend in de club. Nou, als je dat geen like waard vindt, dan ga je sowieso naar de hel. Weet je, ik ken God niet persoonlijk, maar ik denk dat God mij dat wel gunt. Weet je wel, jou eventjes naar de hel sturen, eentje. Naar de hel sturen. Commentaar geven en helikoptertje besturen is niet je beste idee ooit. Ik denk sowieso niet dat ik ooit helikopterpiloot moet worden. Als je deze gameplay ziet, dan begrijp je waarom. Oh, damn it. Zo dichtbij. Zie, ik raak hem niet eens. Waarom zitten ze nog een cirkel eromheen? Van, oh, hier was je helikopter momenteel. Oh shit, dat wist ik niet, man. Hey, cool. Cool. Dat was mijn helikopter dus. Ik was hem al kwijt. Nee. Oh, yeah. Misschien moet ik maar gewoon de video afsluiten nu nog kan. Maar ik kan ook gewoon een uur lang dit spelen. En dan is het vet raar. En, oh, Rick, waarom ben je zo gek? YOLO waterpolo. Koop die shit. Oh nee. Oh nee. Ik heb er één. Heb jij er ook één? Nou, ik wel. Ik heb er 8 verkocht. 8. Weet je, dan gaan 8 mensen die hebben gewoon hetzelfde sweater als ik. Alleen iedereen koopt hem in het zwart. Waarom koop je hem niet? Wat is er mis met grijs, bro? Ik heb de grijze. Waarom haat je me? Waarom koop je eerst mijn sweater en daarna ga je ze nog op me haten? Vind ik erg jammer dat mensen zo doen. Huh? Nee. Ik hou, ik geef het op. Mijn high score is 95. Als je het kan verbeteren, doe je ding. Ekkens, hier. Ekkens, zegt, doe maar. Met de kroon op. Vergeet niet of je het like als je hem leuk vond. Ik zal de link even in de beschrijving zetten van addictinggames.com/action/games/helikopter.jsp. Speel mee. Weet je, Flappy Bird. En ik wil verhoren van iemand als hij straks weet de motief achter het verkopen van Flappy Bird. Want ik ben hartstikke benieuwd. Bedankt voor kijken voor deze video die ik even om 2:30 is het nu heb opgenomen. Geef even een like daarvoor. Dankjewel. Later.